je dat in de teerdeur boven. Daar, Vulko, die heeft natuurlijk wel iets met foto's. En die had een prachtige foto waarop nog een aap afgebeeld staat op dat teerdeurtje. En dat teerdeurtje is nog steeds dezelfde als er nu was, alleen in de jaren 20 alweer overgeschilderd. En nu hebben we die aap weer tevoorschijn getoverd. Dus ik geloof wel 20 lagen verf zijn er heel voorzichtig afgepeuterd. En nu kun je dus het silhouet van die aap weer zien en ook de tekst, Wout Aap. En dat wordt nu weer nageschilderd in Assentelos door Anneke Vesjes. Dus dat wordt er helemaal authentiek. Hier zie je de achterkant van het loodje. Dan greep zie je dan. Een opgeklampte zie je, twee klampen. En zo is die nieuwe ook. Alleen deze zal in de molen opgeslagen worden, want het is natuurlijk authentiek dit. Mooi. Behoorlijk zwaar. Poei. En Anneke is bezig met het leukje voor de woudaap aan het schilderen. En wat is dit? De woudaap. Die heeft Anneke ook geschilderd. En wanneer heb je hier geschilderd, Anneke? Even kijken, in 2011 was dat. Oké. Okay. Goedemorgen, Ed. Wat ben je aan het doen, meid? Ik ben ga de woudaap schilderen voor de molen, de woudaap. Ja. En dit is het? Dat is het originele deurtje. Dat heet een teerdeurtje. Ja, teerdeur, teerleukje. Ja. Het is een deurtje. Ja, een deurtje. En dus dat is al heel oud. Dat is al een paar honderd jaar oud. Dat ja, is ik zie het. Dus ja, eigenlijk ziet het er nog heel goed uit. Maar ze hebben nou een nieuwe gemaakt. En dat mag ik weer beschilderen dan. Ja, en daar ben je nou mee bezig. Ja. Het kopje zit er al bijna op. Nou, mama. Ja. We moeten nog wat laagjes overheen, hoor. Leuk. Dat ziet er prachtig uit. Oh ja, die koe die je zo aankijkt. En mooie bord van de woudaap. Er komen nog meer lagen overheen hoor. Dan wordt het echter. Ja, want hoeveel lagen komen erop? Nou, wel drie. Oké. Okay. Dat is ongeveer, ja. Dieren zijn wel je specialiteit, hè? Ja. Zeker. En het liefst koeien, hè? Ik heb eigenlijk nog nooit een aap geschilderd. Dat is de eerste keer. Ja, ik zie het. Ik zie het dat je een aap geschilderd bent. En wat voor een aap? Een woudaap. Ja. De woudaap. Voor op de molen. Na lange tijd toch weer de afbeelding van de aap op de molen. Ja. Dat is lang niet geweest. Nee, dat was te duur denk ik om dat erop te schilderen weer. Of ze hadden het er liever over? Ja. Wie zal het zeggen?
Mooi, hè? Dan pak je af en toe een beetje wit erbij en dan wordt het lichter. Ja. Een beetje gelig. Ja, het groeit onder je handen. De afbeelding. Er wordt er nog vernis over gedaan, als het klaar is. Ja. En een paar lagen lak. Dan moet wel een tijdje blijven zitten weer. Ja, precies. We staan altijd heel dicht bij elkaar, hè? Gefronste wenkbrauwen heeft hij. Ja. Het molde de paal. Ja. In de vroege ochtend. Met veel bewolking. In de winter. Een vrouwenverdriet. Nee, vanaf Wesaan. Ja, maar vrouwenverdriet is een dood. Ja, aan de andere kant. Ja, dat klopt. Ja. Nog wat laagjes op de ogen aanbrengen. Nou, vertel eens wat. Dit vind ik knap. Dat kun je vanaf dat plaatje allemaal zien zo. Nou, niet met het oude voorbeeld. Maar ik heb een foto uitgeprint van dat van zijn koppie. Ja. Dat ik het even beter zie. Goed, je ziet het gewoon groeien, dat kopje. Het snuitje komt naar je toe. Mooi, hè? Oké. Ik zat er toch over nadenken. Ik vind hem erg mooi. Nou, ik ga er inderdaad nog een tijdje kijken. Ja, precies. Het ziet er prachtig uit, Anneke. Er moeten nog wat lagen overheen, dus ik ben voorlopig nog niet klaar. Nee. Okay, doei. Ja, doei. Goedemorgen, Anneke. Daar zijn we weer. Ja. Gaan eens opzij, dan kunnen we het zien. Oi, 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 oi. Ben je nou de laatste hand eraan aan het leggen? Ja. Zo, ja, hé. Dat is mijn af. Kunnen, wat een verschil, hè? Ja, zeker. En hoeveel lagen heb je er al over gedaan dan? Drie, zo'n beetje. Drie. Ja. Onwijs, hè. Die achtergrond ook verschrikkelijk mooi. Hij knalt eruit. Ja, dat moet ook, want hij komt op wel een hoogte. Ja. Dus ik hoop dat je het nog kan zien. Nou, dat denk ik wel. Het is groot zo.
Anneke, daarachter heb je zo'n koe, hè? In de wei. Dat is ook mooi, hè? Ja, dat is de buurman. Ja, Nico Brinkman. En die heb je voor een speciaal doel geschilderd, dat schilderij? Nee hoor, ik had hem al geschilderd en toen heb ik uiteindelijk meegedaan met een wedstrijd. Oké, okay, en je heb je gewonnen? Nee. Helaas. Nee. Hij is wel erg mooi hoor. Maar kunst met elkaar vergelijken, dat is toch altijd moeilijk. Dat is net zo'n muzieksoort. Ja, dat is zo. Ik vind het, is ook, het is ook een beetje persoonlijk. Ja, precies. Ik bedoel, wie zit er in de jury? Mooi die haartjes allemaal. Met het kopje nou toch zien. Kijk, je bent eigenlijk nooit klaar hè, met zo'n schilderij. Want je kan maar doorgaan, denk ja. Ik. Misschien, soms ga ik misschien te lang door. Je moet de achterkant zien, met de greep in de klampen. Voor die details heb je je leesbril opgezet. Ja. Ja, want dat moet wel. En het grote schilderij wat daar hangt, dat is de Nou en Asservaart. Met twee boerderijen. Ja. Die boerderij staat er dan niet meer, die eerste. Oh, die is weg. En die eerste. Andere, die kleine daar, die is ook binnenkort, gaat die denk ik ook wel weg. Oh, die gaat ook weg? Ik denk dat het wel gesloten gaat worden. Oké. Okay. Nou, dit is de Schermer. Allemaal binnenkruiers. Die ogen, heel mooi, Anneke. Ik er aan kan doen, maar ik denk dat ik zo'n beetje wat klaar ben. En dan gaat hij een paar keer in de lak? Ja, dan nog een laag of vier in de lak en dan wordt hij opgehangen. Ja. Of erin gezet. Nou Anneke, het was weer interessant. En bedankt voor de thee. Lekker.